Het is vandaag alweer vrijdag en wij beginnen met onze nieuwe weekvlog. We zijn net terug van het opnemen van de Q&A. Voor mij is die super leuk geworden. En nu staan we hier bij een, wat is het, een truck? Een soort smoothie. Zo lekker hoor. Gaan we lekker smoothies halen, vers fruit. Weet je al wat je gaat nemen? Berry mix met banaan. Oh, best cool. Top, zo lekker. Oh. En we hebben een superleuk weekend voor de boeg. En gaan we weer lekker allemaal filmen voor jullie. Ja, we gaan allemaal leuke dingen doen. We nemen jullie weer mee. En ja. Bon weekend! We zijn dus bij Wet n Wild. Vrijdagavond voor de happy hour. En we gaan er gezellig avondje van maken. Cheers! Hey. Van zaterdagavond, wat we de hele dag gedaan hebben is een beetje uitbrakken van de happy hour van gisteren. Dat was intens. Heel intens. Maar het was heel leuk, heel gezellig. Dus we zijn eigenlijk lekker naar het strand geweest vandaag. En we zijn nu even cocktails aan het drinken. Stage gehad en het was nogal druk gisteren en vandaag. Dus we zijn een beetje stoom aan het afblazen door middel van een beach tennis toernooi. We hebben allemaal groepjes gemaakt en ja, made the best win. Ja, laten we hopen. Oké, we staan vanavond bij Madero. We gaan helemaal los. We gaan heel veel drinken en we gaan feesten, toch? Een uurtje in de rij staan, maar we hebben onze drankjes, we hebben onze bandjes. Vanavond is de paarse avond. Heerlijk, man. Romy kent het wel. Ondertussen is het happy hour voorbij. We betalen weer de volle map. We worden weer volledig afgezet. Het is vandaag alweer donderdag. De week is voorbij gevlogen. We hebben hele leuke dingen gedaan. Nu hebben we onze creatieve middag. Vanmorgen hebben we stage gehad en zijn bij ons thuis. Omdat we content aan het schieten zijn van Casa de Iguana. We hebben een home tour opgenomen. Dus ik weet niet wanneer die online komt. Maar die zien jullie binnenkort zelf al verschijnen. Dus als jullie benieuwd zijn naar waar wij verblijven. En naar het nieuwe studentenhuis van Boca de Zaal. Ja. Neem dan zeker even een kijkje. Bij deze gaan we onze vlog afsluiten. Volgende week komt er weer een vlog van Jet online. En dan zien jullie ons over 2 weken. Doei!